veel te veel. Ze zijn dan ook kansloos voor de titel. Maar ze spelen na competitie omdat Cambuur winnaar is van de tweede periode. En dan Eindhoven. Eindhoven kan na de winterstop ook winnen. Mede dankzij de in de winterstop aangetrokken Hilmi Mietje van den Bosch. Want hij wist er 8 in te prikken na de winterstop. En vorige week tegen Dordrecht lukte dat hem niet. En hij leek iets wat geïrriteerd toen. Eindhoven, Cambuur. Dat was voor de winterstop 0-3. Dat was nog de slechte fase van Eindhoven. Maar een hele beste pegel, een hamer van Johan Abma. Dat kan hij absoluut heel erg goed met zijn linker. Het is nu in Leeuwarden. Cambuur, Eindhoven met Leo Oldenburger. Aftrap van Eindhoven. De ploeg had voor de winterstop 19 gespeeld, 9 punten. En nu na de winterstop ook al 9 punten, maar dan uit slechts 7 wedstrijden. Promion met de bal naar voren, Van Schoonhoven centraal achterin. En zo kan Cambuur Leeuwarden overnemen met Jan Bruin. Ferdino Hernandez. Hij de 16 meter in. Ruud Berger erlangs. En dan het uitverdedigen door Wellens. Maar weer opgepakt door Cambuur Leeuwarden in deze eerste minuut. Bal naar voren, Promion. Dit is een hele linker kopbal terug. En daar maakt Jan Bruin gebruik van. 32 seconden bezig. Jan Bruin maakt de 1-0 naar de terugkopbal van Geoffrey Promayon. En daar anticipeert Bruin erg goed op. Want op het moment dat Promayon nog moet koppen, loopt hij al terug naar keeper Besselink. 1-0 voor Cambuur. Jan Bruin. Weer naar Ferdino Hernandez. Achterin. Weer Bruin. En zo Cambuur Leeuwarden nu met Ruud Berger terugleggen. Dit is een aardig schot van Johan Abma op de lat. Lekker begin van Cambuur Leeuwarden. Overtreding, maar niet voor gefloten tegen Ivo Jongepier. En dus mag Cambuur weer. Bruin legt de bal goed terug. En de zijkanten worden ook goed benut hier met Ruud Berger. Veel lopende mensen ook, zoals hier Davy Veldman. Davy Veldman krijgt hem hier mee, buitenkantje voet. En wederom een kans voor de Vriezen. Die Eindhoven helemaal overlopen. De volgende. Ferdino Hernandez. En Martijn Besselink stopt dan de inzet van deze Hernandez. Dan een vrije trap voor Eindhoven. Kijken of ze misschien eindelijk wat kunnen uitrichten. Dit ziet er in ieder geval goed ingestudeerd uit. Maar tot een schot komen ze niet. En dan is het heel veel werk voor helemaal niets geweest. En daar staat Ruud Berger nog vrij in het midden. Ook Jan Bruin. Dit is Berger richting Bruin. Bruin naar binnen en dat is 2-0. Maar het is niet de treffer van Jan Bruin. Maar het is een eigen doelpunt van Dragan Thijsens. Hier krijgt Bruin de bal aangespeeld door Berger. Dan komt rechts in beeld Dragan Thijsens en hij met zijn rechter tilt die bal langs zijn eigen keeper Martijn Besselink. Kort voor rust staat het 2-0. Eén keer Jan Bruin, één keer een eigen doelpunt van Dragan Thijsens. Overtreding en Veldman gaat daarna nog een keer fel door. En dan krijg je de situatie die ze in het Cambuurstadion in Leeuwarden al een paar keer eerder hebben gezien in dit seizoen. We herinneren ons Cambuur Leeuwarden tegen Haarlem. Maar dit keer loopt het niet zo gierend uit de klauwen. Gele kaart is er wel voor Davy Veldman. Bruin kop door. Berger. Bijna vanuit stand. En dan daar Ferdino Hernandez die zijn voet niet achter de bal krijgt. Thijsens. En zo zoekt Eindhoven de aanval. En hebben we Hilmi Mietje nog iets te weinig gezien. Dit is Hilmi Mietje. Vorige week scoorde hij niet in de wedstrijd tegen Dordrecht 90. Maar staat toch met 8 treffers heel goed. Jan Bruin. Twee tegenstanders tegenover zich. Daar mag je dus nooit langskomen. Bruin in de combinatie. Korte hoek. Bruin voor de 3-0. En Besselink voorkomt dat. Maar toch sterk gespeeld van Jan Bruin. Eindhoven zoekt dan wat. Combineert dan wat met Yahiaoui. Een van de spelers ook die heeft te horen gekregen dat Eindhoven niet meer verder wil met die speler. De vrije trap is hier van Sergej Temrukov. Een goede kans voor de rust. De vrije trap op de lat boven Kees Pauwen. Hier Temrukov. Doorkop is van Jan Bruin die meteen weer doorloopt, positie kiest en prachtig de 3-0 maakt. In de 80ste minuut
Jan Bruin, twee keer hij. En hij dus de grote man in deze thuiswedstrijd tegen Eindhoven. Die dan gewonnen gaat met de cijfers 3-0. Vervolgens nog een publiekswissel voor een hele blije Jan Bruin. We hebben na de winterstop nog niet thuis gewonnen. En, ik denk dat, dat je dan eerst 3 punten moet pakken. Je wint met 3-0 en dan moet je weer verder kijken. En voor ons was dit al in ieder geval een prestatie dat we in ieder geval 3 punten thuis een keer pakken na de winterstop. En dat is al als heel wat. En ja, dan moeten we werken om, om de vorm steeds beter te krijgen voor naar die na-competitie natuurlijk. Even teruggaan naar het eerste doelpunt. Ja, eigenlijk een presenteerblaadje. Ja, ik zag al op het moment dat hij terug wil spelen en ik denk... goed op anticiperen en ertussen. En ja, dat lukte. En ja, toen moest ik een sliding maken. Met links stik ik hem binnen. Dus dat was wel lekker, ja. Eerste minuut. Dus.